I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cesar. Ik ben René. En wij hebben een kijker gekocht. Bubbles. Ja, we hebben een keuken gekocht bij Grando Keukens. Grando Keukens. En ja, we zijn super blij. Het duurt natuurlijk echt nog fucking lang voordat die keuken er überhaupt gaat komen in het huis. Maar goed. Na drie besprekingen zijn we er dan toch echt uit. En we hebben een heel tof kookeiland. Met inductieplaat met afzuiger erin. En een mooie spoelbak. En een mooie vaatwasser er tegenover. En we hebben die hele dikke Amerikaanse koelkast besteld. Met een tablet erin. En sta stil. En we krijgen een oven met stoom. En we krijgen een oven met pizzastand die tot 300 graden kan. En we krijgen een koffiehoek. En het wordt gewoon een super dikke keuken. En we zijn echt helemaal blij mee. En helemaal blij mee. Helemaal blij mee. Super enthousiast. Allemaal. En helemaal jammer dat we nog zo lang moeten wachten. Dus dat is super leuk nieuws. Ja. Wat minder leuk nieuws is dat ik de uitslag heb gekregen van de baarmoederhalskankertest. Nou, ik kreeg dus een brief binnen van de baarmoederhalskankertest. Van de test die ik er zelf heb gedaan. En toen stond er... Er is HPV geconstateerd. Jij wisselt humaan? Humaan of humanus? Papillomavirus. Dus... De halve wereldbevolking heeft het virus. Dus niks ernstig, joh. Niks. Heeft het helemaal niet ernstig. Anyway, ik moet dus een nieuwe afspraak maken bij de huisarts om een nieuw uitstrijkje te laten maken. En dan kunnen ze verder kijken. Dus we gaan er maar vanuit dat het inderdaad niks ernstigs is en dat mijn lichaam dat gewoon zelf gaat opruimen. Maar zoals ik al eerder zei, mijn zus die heeft wel die kanker gehad en is daar ook aan geopereerd. En dus we moeten het wel extra serieus nemen natuurlijk. Dus dat doen we en ik ben alleen maar blij dat wij die test kunnen doen hier zo. Dus daar ga ik je ook over op de hoogte houden. Verder hebben we de box gehuurd, zodat we alvast de spulletjes daar naartoe kunnen gaan verhuizen. Dus dat gaan we morgen doen. Althans, Sergio gaat dat doen, want ik ga beginnen inderdaad. De kast is verkocht. Die komen ze morgen ook ophalen. Hopelijk. Oh jongens, dit moet ik even met jullie bespreken. Ik heb zo'n haatverhouding met Marktplaats. Ik kan er gewoon zo... Het is haatliefde, het is gewoon Nee, haat. Het is gewoon haatverhouding. Ik kan er zo slecht tegen, gewoon dat je natuurlijk heel veel spullen al voor zo goedkoop erop zet. En dat mensen dan gewoon alsnog vet gaan zitten afdingen. En of nog erger, dat je een afspraak met iemand maakt en dat ze gewoon niet komen opdagen. En gewoon niet de afbellen. Decency hebben, of hoe zeg je dat? Ja. Om gewoon eventjes te zeggen, joh, het wordt er toch niet. Of ik kan toch niet komen. Of, oh, ik vind dat zo onbeschoft. Ja. Echt, ik kan er gewoon niet tegen. Spijt me. Ja. Ik heb bijvoorbeeld heel veel kinderkleding heb ik online gegooid. Echt gewoon, 44 stuks. Ik denk dat er 500 à 600 euro aan kleding op de tafel ligt. Ik zet het erop voor 50 euro en dat er gewoon iemand 20 biedt. Nou, dan denk ik, die schoenen die waren alleen al 20 euro. Doe eens even normaal. Het is allemaal minder. En ik kan er niet tegen. Ik ben waarschijnlijk zo'n gek die heel veel dingen juist gewoon nieuw koopt. Daar ben ik de gek in. Maar echt. Ja, het hoeft niet inderdaad. Ja, sommige dingen die, vooral bij de eerste wil je gewoon nieuw hebben.
En nu dat je wat ouder wordt, word je er iets makkelijker in. Ja, dat is dus kleding en zo. Ja, wij gaan in ieder geval gewoon vernieuw. Gewoon een nieuwe trends. Ja, maar gewoon met alles. Gewoon met alles wat ik denk, die kast. Nou, die kost 1200 euro. Nu niet meer. Deze kost niet nieuw, dat bedrag. Maar ja, nou, dat zo. Dat heeft hij wel gekost. Als je deze kast gewoon nog koopt bij de IKEA, want dat zijn deelstukken, dan kom je daar gewoon op uit. Nou, die gaat nu weg voor 25 euro. Nou, echt hè, dan kan je me gewoon opvegen. En dan zouden ze nog het liefst gewoon willen dat je hem ook nog even kon brengen. Ja. Ja, ik heb echt, oh, ik kan er niet tegen. Belaat voor op Rikkie. Ik laat het jou altijd doen, want ik word er gewoon agressief van. Ja, klopt. Ja. Ja, paleis voor een prikkie. Als je wil, nou, kan je zo een heel huis inrichten voor een paar voor honderd niks. Euro. Voor niks, gewoon. Er zijn ook gewoon heel veel dingen die dan maar voor een lende er gratis op staan. Ja. Ja. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja. Dus even mijn frustratie kwijt. Ja. Nou, wij gaan eigenlijk slapen, want ben kapot. Het is weer laat. Ik ben altijd kapot. En ja. Morgen weer vroeg op en dan gaan we weer sjouwen. Dan gaan we de eerste dingen naar de box brengen. Dan gaan we echt voor het eerst. En de rest langzaamaan nog meer inpakken. En vanaf maandag gaat onze bank naar onze goede vriend. En ja, die moet dus via het balkon naar buiten, naar beneden. Ja. En dan hebben we geen bank meer. Dus laten we hopen dat het allemaal goed gaat met het nieuwe huis. Anders hebben we toch een uitdaging. Ja. Nou. Komt vast goed. Komt vast goed. Zeker. Slaap lekker! Rusten. Hey, een hele goede. Dit is aan mijn scherm. Hele goede morgen. Dag Jesse. Lekker aan het eten? Ja. Jesse is lekker aan het eten. Ik heb eindelijk de goede batterij gevonden, dus die ga ik er nu in doen in mijn eerste spel. En dan ga ik Jessie naar oma brengen en dan gaan we de allereerste spullen naar de box brengen. Het is echt, er komt zoveel op je af. We hebben gisteren dan de keuken gekocht, super tof. Ook al duurt het nog anderhalf jaar, maar echt wel heel hele gaaf keuken. En het huis langzaam leeghalen is echt een, alsof er een bom ontploft. Maar uiteindelijk gaat alles goed komen. En wordt alles toffer en mooier en fijner en leuker. En het is alleen even doorzetten. Hey Jess? Even doorzetten, hè? Even doorzetten. Nou, dat is dus exact de reactie die ik ook wil hebben. En 3. Alleen maakt het nog geen geluid. Fuck my life. Ik weet het niet meer. Doe het nog steeds niet. Papa. Nou, de batterij zit erin. Ik krijg niet aan de praat. Dus redelijk frustrerend. Maar we gaan maar gewoon naar oma. En dan moeten we maar terug gaan naar de speelgoedwinkel. Papa. Ja. Ja, ik ga je eruit halen. Ga mijn spraak nog even stampen. Ja, dit is Jessie's nieuwe kamer. Hè? Jessie's nieuwe kamer, ja. En deze die moet er dus uit. Moet lukken. Hij is er ook ingekomen, dus. Zo. Ik had gehoopt dat ik het in twee delen kon laten. Maar toen zag ik dat het op zich zo gedaan was. Dus heb ik maar gewoon alles losgehaald. Dus de vering, rugleuning, onderkant en het bed. Dus nu kunnen we het in de auto. Nou, de eerste keer bij Ols even naar binnen. Zo, het is druk gek. Holy crap, niet best. Ja, dit is dus de ruimte. Maar ik kan gelijk naar beneden. Want hier heeft een vorige huurder houtskool gehad. Ja, dus ik hier dus mijn spullen neer ga zetten. Dan, zoals je ziet,
zit gelijk alles onder de huidskool. Dus dat gaan we even fixen, want dat kan natuurlijk niet. Dus even naar beneden. Nou, ik ben echt piemeltje, want die kast die wordt dus zondag pas opgehaald en niet vandaag. Dus ik zit hier een beetje voor Jan Piet met de korte achternaam. Ik ga lekker terug naar Jesse. Ik heb wel een en ander in de auto gedaan, dus nog in ieder geval een beetje nuttig gemaakt. En de bank heb ik wat verlaagd, want de lift die we ervoor zouden gaan huren, die kan niet op het parkeerdek komen. Dus ik hoop dat dit geen voorbode is voor de rest van de verhuizing, want dit gaat niet heel soepel. Een hele goedemorgen. Het is vandaag alweer 11:05 en ik had om 10:00 afgesproken met degene die de kleding van Jesse Silver op zou komen halen. En je raadt het nooit, ze is niet gekomen. Nou, dat verwacht je toch niet? Oh, echt, ik kan er zo slecht tegen. Het is zo fucking asociaal. Ik snap het ook gewoon niet. Gewoon de hele tijd met je communiceren. Tot gisteravond zeg ik nog, ik stuur voor de zekerheid nog even mijn adres. Duimpie, prima. Zondag is oké, 10:00 is prima. En dan gewoon niet opkomen dagen. Ik kan er gewoon met mijn pet niet bij. Een hele goede morgen, lief dat is. Ik sta hier aan de burgemeester Hovelaan. En ik heb mijn eerste zangles / vocal coaching les. Een beetje zenuwachtig, maar wel heel veel zin in. Michelle Splittelhof, als ik het goed zeg, die gaat mij... Tjoe! Er rijdt bijna mijn spiegel af. Die gaat mij begeleiden. En ik wil gewoon helemaal opnieuw beginnen. En bij nul. En gewoon kijken waar ik vanaf daar zeg maar kan opbouwen en wat er nog mogelijk is met mijn stem. Nou, op zich, KNO-artsen die hebben altijd wel gezegd dat inderdaad daar nog wel veel te behalen valt. Dus ja, ik hoop het gewoon. En, al kan ik maar gewoon een heel klein beetje zingen of gewoon... ja, weet ik veel. Een beetje filmpjes opnemen, YouTube covers en dat soort dingen. Dat zou me al heel veel goed doen, denk ik. Qua uitlating van je expressie, toch? Ik bedoel, ja, de ene schildert, de andere sport heel veel. En bij mij was het gewoon zingen. Dus ja, dat hoop ik gewoon weer een beetje te kunnen doen. Je moet hier een bruggetje over en daar is het. Ja. Nou, ik ga niet meteen met de camera binnenlopen, want laat me even afwachten wat ze daarvan vinden. Maar volgens mij is er iemand die niet cameraschuw is en wel gewend is aan een lens. Dus ik ga het gewoon eventjes vragen. En wie weet haal ik hem uit mijn zak. Zo, ik heb niet gefilmd. Het mocht wel, maar ik was zelf een beetje te hoog in mijn zenuwen en zo, in nervositeit. Dus dat hebben we even niet gedaan. Maar dit was wel ja, heel fijn. En ik moet zeggen dat het ook wel goed ging. En nu vergeet ik alleen wel mijn bubbelfles. Maar die heb ik gelukkig nog thuis. Conclusie. Trainen. Dus echt, ja, ik moet gewoon met de bubbelfles aan de gang. En zorgen dat die stembanden goed sluiten. En dan ja, verwacht zij dat het... eigenlijk grotendeels wel goed zou moeten kunnen komen. Dus ja, daar gaan we maar voor, hè. En nu lekker snel naar huis, want ik heb honger. Dus we gaan wat eten. Op wat? Wat staat hier op? Op de kunstlicht stond het natuurlijk licht. Kunstgras. Zo, lieve kijkbuiskindertjes. Ja. De kast is gone. Is weg. Had dat nogal wat goed in haren. Hij ging dus niet in zijn geheel door het trappenhuis, dus ik heb hem alsnog uit elkaar moeten halen. Voor de 25 euro. Voor de 25 euro. Ja. Ik ben al lang blij dat hij hem op heeft gehaald. Toch weer 25 euro erbij. Morgen de bank. Dat wordt ook spannend. Wordt heel spannend. Maar dat gaan jullie zien op de volgende vlog. Daar komt. Morgen moet over een bekomen touwen. Wacht even. Nee, dat is het meest spannendste licht zo hier. Dat wordt heel spannend. Ik had daar heel spannende muziekjes bedacht. Mojo, sta stil! Ik had heel spannende muziekjes bedacht, want de bank gaat via het balkon. Ja. En, oh!
We gaan kennis maken met Melle. Ja. Eindelijk. Melle, de reus. De grote vriendelijke Melle. Ik heb hem ook nog niet ontmoet. Oh nee, alleen via beeldbellen. Wil die wel camera? Ja. Oh. Want we gaan met Melle. Oh ja, ook, je gaat natuurlijk Instagram. Dat was zo enthousiast. Nee, niet alleen op Instagram. We gaan natuurlijk challenges doen en ja, zo. Ja, dat klopt. Als, allemaal in het nieuwe jaar. Al eens even gezet. Nieuwe jaar. Spreek voor mijn beurt. Nee, nee, maak ik de zin af. Nee, dat geeft niet. Dus dat. Oh ja, en het verkoopcontract van het huis is binnen. Ja. Ja, en we hebben ook morgen het gesprek met de assistent van de bouwer, om zo maar even te zeggen. Ons aanspreekpunt. Ja. Dus we gaan even meer en minder werk bepalen. Ja, en even vragen wanneer potverdorie nou gewoon die hoera-brief gaat komen. Nee. Want ze hebben het op de 15e, jongens. Dus stretch. We willen verder. Stretch. Ja, en hopelijk kunnen we ook gewoon... Wat is dit voor een toevoeging aan ons... Nou, ik stond gewoon even te rekken, te strekken en even me... En we zitten natuurlijk ook nog met die loods. Wat dus ook weer niet ging zoals we wilden. Nee, nou ja, dat heb ik natuurlijk deels gefilmd, geloof ik. Ik weet niet meer, ik weet even niet meer hoeveel en wat ik allemaal gefilmd heb, want... Maar, Het loopt weer eens niet nee, zoals dat, we zouden willen. Het was wel echt weer even een teleurstelling. Ik heb daar gewoon weer anderhalf uur uit mijn neus staan vreten. Klachtenbrief wordt getypt. Ja, die gaan we zeker opsturen. Want ja, je huurt natuurlijk gewoon een ruimte vanaf een bepaalde tijd. Je betaalt borg omdat je een ruimte schoon moet achterlaten. Ja. Maar dan verwacht je ook dat als je daar dan inboedel gaat plaatsen, dat de ruimte gewoon... Ja, gewoon schoon is. Kijk, ik snap best wel dat er wel steentjes liggen of zo. Of gruis of dat soort. Snap ik. Maar geen houtskoolvlekken. Ik ging zo met mijn vinger zo en het was gewoon zwart. Ja. Ik, ja, je kan er geen inboedel plaatsen. Je legt het daar juist om jouw inboedel te beschermen. En ergens op te kunnen slaan. En Exact helemaal. En dus uiteindelijk heb ik voor het gemak maar eventjes toch die andere ruimte gekozen. Maar wel gezegd van ja, als dan deze ruimte schoon is... willen we gewoon graag terug naar die andere ruimte vanwege ligging. Ja, en het is dat jij ook al spullen had meegenomen. Hè? Maar, ja, ik stond maar nu met mijn slaapbank. Maar nu is het dus zo dat we eigenlijk al vandaag nog meer dingen hadden willen brengen. En dat hebben we dus niet gedaan. Dus geen gebruik gemaakt van de ruimte. Omdat we anders dadelijk van de ene loods alles weer naar de andere loods moeten gaan brengen. Ja. Dus ja, dat slaat gewoon nergens op. En ik heb ook nog we zijn lekker bezig, ook nog een klachtenbrief over die pen. Ja. Ik zag het ook al bij iemand anders staan over hetzelfde, dat die pen al heel snel kapot was. Oké, dus het is een bekend verhaal. Nou ja, we gaan het zien. Ja, blijkbaar. Dus ja. Dus ja, het is echt niet dat we nou zo'n zeikers zijn, maar... Nee, maar nou ben ik er ook gewoon klaar. Ja, het is gewoon echt niet leuk. Dus nou ja, we gaan gewoon weer lekker door. Het komt allemaal goed. We gaan natuurfilms kijken in bed. Even ontspannen. En dan... Klinkt wel heel erg dirty. Jij maakt het dirty. Nee, helemaal niet. We gaan... Nou ja, oké. Okay. Naar walvissen kijken en hoe de natuur is opgebouwd van diertjes en zo. Ja, en vogel. Dat is het. En daar gaan we kijken. Ja. Vogel. Vogel. Oh ja, en Jesse Silver heeft weer eens een nieuwe woordje vandaag. Hallo. Hallo. Of dan pak je je telefoon en dan zegt hij, oma, papa, oma. En dan bel je oma, dan ziet hij oma. Weet je wat hij als eerste zegt? Koeka. Dan wil hij mijn broertje zien. Superleuk. Nou, vond je dit weer een leuke vlog? Duim op het kanaal. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. En dan zien we je heel graag. Zo. En dan zien we je heel graag bij de volgende vlog. Ciao.